Het is donderdagochtend. Leuk je kijkt naar een nieuwe weekend slash weekvlog. Het is altijd een verrassing bij mij. Leuk je kijkt. Het is dus donderdag. Ik ben heel vroeg wakker. Of in ieder geval, het is gewoon vroeg. En ik ga nu naar mijn werk toe. En ik ga jullie weer lekker meenemen tot en met zondag. Maar ik begin weer op donderdag omdat ik zondag opnames heb. Waar ik super veel zin in heb hoor trouwens. Maar yes, even de gordijnen open. Want anders krijgen mijn planten geen stiekem. Wil ik zo'n knopje. Dan zo. En dan gaan je gordijnen open. Lijkt me wel wat. Ik heb vandaag een outfit aan die ik afgelopen weekvlog heb unboxed. Deze outfit van Chiquelle. En dit is een soort van sweater knit broek. Vandaag staat dus een dagje werken op de planning. Nou ja, de planning is gewoon een doordeweekse dag, dus dat is logisch wel. Gisteravond heb ik een pakketje bij de buren kunnen ophalen. Van Lovies. Oh, ik filmde het niet. Van Lovies. En ik heb het geopend, maar toen dacht ik, ik ga het in de vlog openen. Dat is namelijk wat leuker voor jou en voor mij. Ik ga Zico even gedag zeggen. Die ligt gewoon lekker te slapen. Inmiddels hebben we al een hele halve werkdag erop zitten. Was het maar een hele, hè? Ging het helemaal zo snel. En dan zijn we wel van de kring lopen, want we hebben een nieuw bureau nodig voor het kantoor. Oké. Nou, we zitten even te kijken naar bureaus. Lawrence die heeft al iets uitgekozen. Dames en heren! Mijn bureau! Oké, bij de eerste kringloop hadden we niks gevonden. Tweede kringloop wel. En deze kringloop is bommetje vol. Ik vind hem wel leuk. Maar ook weer niet of zo. Gewoon. Oh, die is leuk. Ik mag niet kijken voor mezelf. Oké, dat was werken. Ik ben nu in de buurt van ziekenhuiswerk. We werken echt super dicht bij elkaar in de buurt. Dus ik stap hier bij hem in de auto. En moet heel eventjes naar mijn moeder toe. Die is er niet, maar we gaan de konijntjes eten geven. En even knuffelen. En even naar het kruidvat. Want als het goed is, en ik hoop het zo erg, zijn de foto's klaar van Parijs en met Marloes naar Gent. Hallo! Als we hopen dat die klaar zijn. En dan halen we die op. En dan heel eventjes boodschappen doen bij mijn moeder in de buurt. En ik heb net heel eventjes bij het lunch op Amsterdam Centraal een masker gekocht. En ik heb een iets voor een bad gekocht. Maar dat ga ik nog niet gebruiken. Maar ik zag hem en ik kon hem gewoon niet laten liggen. Maar die wil ik gaan gebruiken in december. Want dat is namelijk iets kerstigs. En ik heb besloten dat ik aan vlogmas wil gaan doen. Dus ik ga het dan bewaren. Waarschijnlijk wordt het niet dagelijkse vlogmas. Maar bijvoorbeeld 4 vlogs per week. Of zo ongeveer. Dus daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in. En ik ga er zo meteen met een maskertje op goed voor brainstormen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus ja. Ik kom net van het kruidvat. Ze zijn er niet. Ze zijn weg, denk ik. Ze liggen bij die anderen. Dat is ongeveer ook een jaar geleden dat ze er zijn. Misschien is ze wel samen ergens. Nee. Nou, je moet in ieder geval 7 werkdagen wachten. En ik heb langer dan 7 werkdagen gewacht. Maar zaterdag komen er weer nieuwe foto's, zeggen ze. Dus ik moet zaterdag even terugkomen. Dan komt het goed uit, maar dan moet ik weer naar de konijnen van mijn moeder. Dus het komt goed uit. Kijk dan wel. Als avondeten hebben we iets wat we best wel vaak eten. Gewoon eigenlijk een beetje een soort van homemade tapas. Ja, we hebben balletjes, kaas, zonnige tomaten, dipjes voor bij de brood, garnaaltjes en ziek gaat pindasaus maken. Maar we hebben alleen maar Skippy pindakaas, dus dan hebben we die. Misschien wel een beetje groente. Nou, we hebben tomaten. Lekker. Gezien Zico het eten gaat maken, deels van wat er nu nog moet gebeuren, ga ik mijn pakketje. Pakketjes openen. Oké, ik heb jullie even op de radiator gezet. Ik heb hier dus de pakketjes. En ik ga ze om en om even uitpakken. Maar allereerst heel veel glitter in een glitterbody. Ik vind deze echt heel erg leuk. Maar ik ben ook benieuwd of ik deze pas, zeg maar. Of deze niet voor mij te kort is. Maar dan weten jullie meteen weer. Zal ik hem zo dan even aan laten zien hoe die bij jullie zou vallen. Oké, even een goede test. Maar er komen geen glitters vanaf. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Volgende item is eigenlijk een vervanging van de broek die ik had. Die kapot is gegaan.
dat was er al eentje die ik al had van Lovies. Maar dan in een wat lichtere groene kleur. En dat was echt super toevallig de lievelingsbroek die ik had van mijn vriend. Snap je wat ik bedoel? Mijn vriend zijn lievelingsbroek van mij. Ja, ik begrijp het ook niet. Van de broeken die ik heb, was die lichtgroene variant hiervan een van, de favoriete broeken van mijn vriend. Het is dus een soort van nette flare broek. Dus een beetje een soort van pantalon. Ja, pantalon. Ik heb namelijk ook een hele leuke winactie van Lovies. Ik kon gewoon niet wachten met dit even uitpakken. Helemaal niet met dit item. Of in ieder geval deze set. Dit is één van de twee. Een glitterblazer. En misschien verwacht je dan al, als je zegt één van de twee van het pakken, dan is de broek een pantalon. En dat is dan toch gewoon de ultimate kerstoutfit. Een glitterpak. Ben je gewoon een wandelende kerstbal. Dat is toch gewoon wat je wil. Dit is dus echt geweldig. Ik ben echt super benieuwd. Oh, prachtig. Echt prachtig. Yes, yes, yes. Oh, een blazer. Oh, dit is geen blazer. Ik zei een blazer, maar het is een jumpsuit. Maakt niet uit, schat. Ga je maar lekker eten maken. Het is veel belangrijker dan een paar kledingstukken, hoor. Ik denk dat dit echt gewoon zo lekker zit. Oh! Deze doe ik aan op bijvoorbeeld tweede kerstdag of zo. Dan heb je al heel veel gegeten en dan kan er nog meer bij. En als laatste. Een velours. Oh, velvet dus. Een beetje velvet velours. Flared broek. Oh, wat een mooie kleur zeg. Oké. Okay. I freaking love it. Kijk deze kleuren ook bij elkaar. Dus dat zilver en dat blauw. Oeh, mooie combi. Aanschouwde glitter gewoon. Ik zocht meer glitter, maar ik zag opeens bank. Hier, nog meer glitter. En nu, na de unboxing, is het tijd om te laten zien hoe de items staan, hoe ze eruit zien en hoe ze vallen, et cetera. En natuurlijk tijd voor de winactie. We beginnen een beetje basic met deze superleuke pantalon. Dit is een pantalon die je met kerst aan zou kunnen doen, want hij hoort wel bij de kerstcollectie. Maar het is gewoon echt een hele mooie donkergroene pantalon. Die gewoon nu ook gewoon makkelijk te stijlen valt met bijvoorbeeld een zwart shirtje en lekkere sneakers, et cetera. Ik ben 1,85 meter en deze is best wel lang bij mij. Zoals je kan zien, hij valt echt goed op de grond. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ik ben er echt ongelooflijk blij mee, zoals je misschien wel begrijpt. Hier zie je nog een beetje goed de kleur. En hier dit streepje zeg maar naar beneden, wat hem dus een beetje wat netter maakt. Ik zal even mijn shirt eruit halen, want hij is best wel een beetje hoog. Mijn navel valt echt op het randje, dus dat je weet hoe die ook een beetje valt. Dan de volgende broek. En dit is dus de blauwe velvet broek. En deze is zoals je ziet ook weer heel erg lang. Ik ben echt zo ontzettend gelukkig. En er zijn als het goed is een aantal lange meiden die mij volgen. Dus die hier ook gelukkig mee kunnen zijn. Hier zie je nog even goed de kleur en stof. Het is echt een velvet. Heerlijk zachte stof als je naar boven aait dan. En hij is echt super shiny. Erg mooi. Wat super chill is van deze broek en voor de feestdagen is dat deze lekker stretchy is. Dus dat is heel erg lekker. Zit dus heel erg comfortabel. En deze kan je makkelijk combineren met bijvoorbeeld zwarte sneakers, Dr. Martens, witte sneakers, van alles. Laarsjes, hakken bijvoorbeeld. Super mooi, heel fancy. Dus dit is ook weer een item dat je gewoon dagelijks kan dragen en in de kerst. En voordat we verder gaan naar glitter, want zometeen hebben we de glitter items om te laten zien. Het is wel leuk als ik wat kerst items laat zien, hoe je die kan combineren met je dagelijkse outfit, zodat je niet alleen je kerst bullen met kerst en oud nieuw hoeft te dragen, maar ook later in het jaar of gewoon nu al zou kunnen dragen. Als jullie dat leuk vinden, laat maar even weten in de comments en dan gaan we nu snel verder naar de glitter items. Inmiddels heb ik dus de glitter body aan, zoals je wel kan zien, en ik heb hem even gecombineerd op de blauwe flared pants. Ik vind het ook echt een hele leuke combinatie. Niet zo standaard, maar erg leuk. Zoals je ziet, velvet en glitter is echt een hele leuke combinatie. En de body is erg vrouwelijk en sierlijk. Het gedeelte wat je dus zeg maar onder je broek aan hebt is een beetje mesh, dus een beetje doorschijnend. Maar dat zou ik persoonlijk niet gebruiken in een outfit hoor, maar dat je gewoon weet wat voor stof er zit. En de body zelf is niet van zo'n kriebelstof, het is dus niet zo glitter wat echt niet lekker zit. Het is gewoon eigenlijk een zacht stofje. Aan de binnenkant is de glitter er niet, dus dat zit gewoon heel erg lekker. Dit is dus de glitter body.
Leuk. Ik weet eventjes niet wat mijn favoriet is. Of deze jumpsuit of het pak wat ik zo meteen ga aandoen. Zodat ik me een kerstbal vol. Hij is best wel revealing. Dus je ziet echt wel veel. En ik weet dat ik echt best wel wat heupen heb. En ik heb echt wel zo'n buikje waar ik geen probleem mee heb of zo. Maar normaal gesproken met dit soort dingen zou ik echt denken van, oh nee, mijn buik. Maar eigenlijk heb ik nu zoiets van, ik vind het mooi. Ik voel me echt super vrouwelijk. Ik weet niet, dit is echt, ik word hier echt helemaal gelukkig van. En nu ben ik officieel een kerstbal. En ik heb ook even mijn zilveren glimschoentjes erbij aangedaan. Gewoon voor het idee, voor de look een beetje af te maken. Maar ik vind dit echt super, super leuk. Het is dus wel een lekker pantalonnetje met een, niet een high waist. Dus daar moet je wel een beetje op letten. En hij is wat korter voor bij mij. Maar ik vind het niet zo heel erg storend bij dit setje. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk. En hier zit trouwens ook nog een zak. Die moet ik nog even helemaal openmaken. Maar het zijn dus geen nepzakken. Ook wel belangrijk. Hier ook. Ja, leuk. De broek vind ik ook verder wel goed zitten. Alleen, ja, het is dus echt low waist. En dat ben ik niet meer gewend, als ik eerlijk ben. Maar ik vind het niet misstaan als hij gewoon lekker zo samen zit. Ik moet er gewoon denk ik een beetje aan wennen. Het zit dan echt zo op mijn heup. Op mijn bijzettafel, hoe ik het ook wel graag wil noemen. In plaats van lekker eroverheen. Maar chill. Al deze glitter en kerstoutfits of items die staan in de beschrijving. Linkjes gaan naar de website van Lovies. En wat ik nu ook super leuk vind is dat ik een waardebon van €300 mag weggeven aan een van jullie op mijn YouTube kanaal. Maar morgen, dus de donderdag, komt er nog een winactie. Dus nog eentje van €300 op mijn Instagram. Maar nu eerst eventjes over de winactie op mijn YouTube kanaal. Wat namelijk is wat je kan doen. In de comments gewoon eventjes een leuke comment achterlaten over bijvoorbeeld een leuk kerstverhaal, een grappig kerstverhaal, een niet zo leuk kerstverhaal misschien, emotioneel kerstverhaal, kan allemaal. Dus dan heb je een comment achtergelaten. Wat je dan ook even moet doen is liken, abonneren en dan doe je mee. Kan je kans maken op €300 shoptegoed bij Lovies. En deze winactie loopt 1 week. Dus deze hele week. En daarna laat ik in de comments gewoon even weten wie er heeft gewonnen. En dan regelen we dat allemaal. Maar wil je nou nog meer kans maken, ga dan morgen donderdag naar mijn Instagram. Want daar is een winactie voor nog eens €300. Laat in de comments hier eventjes een leuk verhaal achter waarom jij zou willen winnen. En dat je meedoet, vergeet dan niet te liken, abonneren. En wie weet win jij. En wil je dus nog meer kans maken, ga naar mijn Instagram toe. Om daar nog een keer mee te doen. Oké, top. We gaan nu verder met de vlog. Dus het is gewoon een vlog toch? Ja, maar ik heb wel troep op de achtergrond. We hebben net de auto geleegd. Ja. En ik heb mijn pyjama al aan. Ja, ik ga nu een vegaballetje proberen. Ik kan die gozer een bordje maken. Oh, sorry. Ik miste het chilletje al. Kan je dat nog een keer opnieuw doen? Heel lekker. Lekker man. Het is gewoon echt een bal gehakt. Nee. Had niet meer vegetarisch, hè? Dat is de hele kern. Nee, maar ik bedoel, ze maar. Nee, ja. Maar het smaakt heel lekker, toch? Ja, wel lekker. Vooral die pindasaus. Ik ga bij de Sinner kijken. Ja. En weet je wat het leuk is van de Sinner? Toen we dus net samen waren. Toen keek. Nou, je hoorde me dan niet vertellen, hè? Ja, dan zei ik het ook. Mm. Lekker, hè? Ja, ik wil die broodjes vaker. Oké. Okay. Ze zijn heel goedkoop van de Albert Heijn Huismerk. Oh ja. Ik heb ook geen behalen. Oh. Ik ben chill thuis. Oké, okay, we hebben nu 2 afleveringen gehad. Wat is er? Gaat alles er al op gewoon? Ja, het is heel... ja. We zijn dus in seizoen 2 aan het kijken. Maar toen we 1 keken ziek, lagen we best wel schattig bij elkaar. Ja. Nu hebben we er altijd een kat ertussenin liggen. Ja, maar het is echt heel erg leuk om de Sinner zeg maar weer terug te zien. Mocht je seizoen 1 niet hebben gezien, in seizoen 2 komt zeg maar dezelfde rechercheur, detective of zo, komt erin voor. En wij zaten echt zo van, oh, daar is die weer. Ik wil echt verder kijken nu ook. Ja. Maar jij niet, hè? Nee, ik moet echt even werken. Ik wil wel echt heel erg verder kijken, maar ik moet gewoon werken. Zet je nou stom mijn koppen te trekken? Ja, nou, richting de winter moet ik beter voor mijn huid en zo zorgen. Daarom heb ik bij de Lush net een masker gekocht. En ik heb me laten adviseren. En dat masker kost gewoon €11,50. Echt? En ik zal je laten zien hoeveel het is. Ja, echt. Maar kijk, dit is het masker. Oatfix heet het. En ik denk, je kan hier best wel wat uithalen hoor. Maar kijk, zie ik zo klein is het. Oh, wow. Ja. Oatfix heet het. Ik had hiervoor had ik er eentje met zeewier. Die is ook heel erg goed. Maar ik zei van, ik wil even een andere. Welke is goed? Want dit is mijn huid. Het is echt fucked up. En ik heb een hele droge huid. En toen zei hij deze. Romig, dik en zoet. Dit is een van de best komma havermout ooit. Want er zit dus havermout in.
Verse bananen en gemalen amandelen vormen een heerlijk masker dat kalmeert, verzacht en hydrateert. Dus deze gaan we erop knallen. Voor je huid moet je gewoon goed zorgen. En dat heb ik nog wel eens niet gedaan. In de zin van dat ik... Oh kut, hoe lang mag dit eigenlijk opblijven? Dat ik dacht, oh, ik hoef geen dagcreme. Ik hoef geen dagcreme. Bla bla bla. Oké. Breng een laag aan. Laat 10 minuten intrekken. Spoel af met warm water. Terwijl je huid licht polijst met de gemalen amandelen. Ik kan niet wachten. Nee, maar voor je huid moet je gewoon goed zorgen. En dat wilde ik wel. Vond ik wel prima. Maar ook had ik zoiets van, nou... Het hoeft toch geen zoveel euro te kosten, denk ik altijd. Want het is een beetje korrelig en het zit dan niet overal. Maar toch zit de basis wel overal. Dus dat snap wat ik bedoel. Maar stukjes gewoon niet. Maar dan denk ik altijd, oh nee, het zit niet overal. Meer. Ik weet niet wie dat ook, of iemand dat ook heeft. Dat was hem. Wordt dus scherp. Oké, dit is hem. Het zit helemaal op mijn gezicht. Oké. Dan ga ik naar beneden. Deze in de koelkast zetten. Alsof ik allemaal geprakte bananen op mijn gezicht heb zitten. Wil je mijn gezicht ruiken? Ja hoor. Ah. Nou, kom ik aan. Wat is dat? Banaan, havermout, amandelen. Ja. Ik denk dat je nu toch even de afstand te nemen. Dit ziet er best wel vies uit. Maar als er een mooie snelle counter uit voorkomt, of ja, dan wordt geweldig verdedigd. Inmiddels heb ik mijn gezicht gereinigd en ik heb ook een. Nee, kut. Ik heb eigenlijk een soort van dagcreme opgedaan. Niet nachtcreme. En mijn huid is echt een heel stuk zachter. En dat is echt heel erg fijn. Ik heb heel veel dingetjes opgeschreven. En bedacht en gedaan. En whatever. En het is inmiddels 11:30. En ik heb even vitaminewater. En ik vind deze heel vies trouwens. Normaal gesproken hebben we van Albert Heijn huismerk. Nee. Maar die hebben we ook gehad dan. Ja, klopt. Die vond ik ook lekker. Ja, alleen die van deze, die ander. Supradin. Nee, Davitamon. Zeg maar, dan hadden we gewoon die van citroen. Ja, die is lekker. Ja, want dit is goed. Maar deze is wel goed voor... Heel veel. Bouw van het lichaam. Functioneren van het lichaam. Met granaatappel. Wauw. Oké, guys. Ik loop nu weer weg uit Haarlem. Vanmorgen had ik trouwens zo'n ongeluk. Gingen we met de auto hierheen. En toen riep ik, ik had niet een ongeluk, maar ik had pech, zeg maar, gewoon niet, ook niet, ik bedoel, ik had gewoon een ongelukkige ochtend, hè? Wacht, ik ga het uitleggen. Ik ging tanken, pinpas vergeten, kutzooi, dus moest ik dat eerst helemaal fixen, terug naar huis, pinpas halen, getankt, daarna kwam ik hier, net op tijd voor mijn afspraak, brug gaat open, allemaal drama, maar gelukkig was daarna mijn afspraak wat later, dus dat kwam weer goed uit. En nu weer naar Amsterdam, verder werken. En Jari, die was eigenlijk aan het werk in Amsterdam, maar die heb ik hierheen gesommeerd van kom nu hierheen, we hebben je echt hier nodig. Dus hij heeft alles gepakt en is toen naar snel de trein ingesprongen. En naar Haarlem. En naar Haarlem gekomen. En nu gaan we allebei, of wij gaan lekker naar huis. Want dat is misschien ook wel leuk. De dingen die we draaien voor Toyota. Jari die werkt er ook voor mee. Maar dan werken we in het weekend. En hij mag zijn uren compenseren. En dat zijn hele lange dagen. Vorige week was ik om 8:00 's morgens begonnen met dozen vouwen. Ja. Tot 9:00 in de kou. En we waren om 7:00 's avonds klaar. Klopt. Dus een dag van 11:00. Het zijn hele lange dagen. Maar ja, die ene draaidag van 14:00. Ja. Die is nog wat langer. Die was nog heftiger. Ja, niet normaal. Maar in ieder geval, die moet Jari compenseren. Ik compenseer ze niet trouwens. Maar dat komt omdat ik er niet ben vanuit mijn werk, maar als character voor het YouTube kanaal. En ik krijg gewoon een vergoeding voor het, ja, om te verschijnen op het kanaal. Nu dus weer verder werken en Jari gaat lekker weekend hebben. Yes, lekker weekend. Maar zondag gaan we weer draaien, dus ik zie hem zondag weer. Ik ben trouwens inmiddels alweer eventjes met Marloes en we hebben net gegeten. Ik heb een trui van Marloes aan, ik heb een dekentje en ik zit hier bij een verwarming dingetje. Want ik heb het warm.
ik heb het koud bedoel ik. Ik heb het echt ziek koud. We hebben de pizza's gegeten. Dat was echt super lekker. En nu zitten we Netflix te kijken. En we kijken I am a killer. Super vrolijk. Oké, we waren natuurlijk bij de Albert Heijn. En we gaan muffin mix maken. Nee, want we gaan geen muffins maken, maar alleen het beslag gaan we eten. Ja. Hadden wij jouw glazen mee, hè? Nee. Ik ben heel burgerlijk alleen maar thee gedronken tot nu toe. Ja, dit gaan we dus gewoon zo eten. Als ik met mijn loes ben, eet ik altijd echt slecht. Gewoon slecht, slecht. We hebben wel een periode gehad dat we gingen sporten, dat we sla gingen maken. Salades. Ja. Maar daarna gingen we weer naar de Albert Heijn en gingen dit soort shit halen. Ja, dat is echt zo, ja. Maar wij, ik denk ook wel dat wij met qua eten soms best wel slechte invloed op elkaar hebben. Ja. Maar dat is gewoon alleen dat we het zo gewoon heel lekker vinden om te eten en gezellig. En... ja, het is veel gezelliger om slecht te eten dan om een salade te smikkelen. Jop. Het is super ongezellig. Vreedverstijn is het beste part. Oh, dat is ook heel lekker. Dat deden we met lekker weer. Veel. Ja, dan gingen we niet naar Vondel. We gaan naar Westerpaar, maar we in de buurt natuurlijk. Maar... vind ik altijd ik wel... vind het ook wel iets leuker. Ja. Overal ruik je wiet in het Vondelpark. Vind ik. Ja, klopt. En als je dat in het Westerpark ruikt, dan zit je het weg zo. Weet je dat wij met de scooter door het Vondelpark gingen? Ja. Ja, Marloes die ging... ik had mijn bril niet op. Ik zei, volgens mij mogen we niet door het Vondelpark rijden. Jawel, jawel, jawel. Zeg ze, kijk, het staat op het bord. Ja, zo doen. Maar er stond dus dat het niet mocht. Overal op. Gewoon echt op een bord snorfietsers verboden. Dus hoe heb je toch niet, ja. En toen reden we, maar best wel een tijdje. We waren bijna het Vondelpark uit. En toen werden we zo echt nageroepen van, de scooter op! En toen moesten we lopen met de scooter. Waren we er wel bijna toe. Ja, klopt. Wat een avonturen, hè? Ja, de avonturen van Amee en Marloes. Ik kan er wel een boek over schrijven, denk ik, hoor. Zo. Is lekker. Ja, hoezo? Marloes en ik kijken mijn YouTube-video's van vroeger, toen we nog samen woonden. En één daarvan, gaan we nu kijken. Vlog 110. Silent Disco. Ja. Was echt heel grappig. Hey, ja, goedemorgen. Dat je een nieuwe video. Oh, ben ik anders. Ja. Ik zo blond haar. Ja, ik wou dat net ook al zeggen. En kijk hoe raar. Mijn woonkamers zijn gewoon wit. Ik heb ook geel. Luipaardbehang. Ja. Het ziet er ook wel goed uit, de blokken. Het waait zo hard. Het is echt een ander huis. Ja. Maar kijk hoe boring het daar is. Geen eens gordijnen had ik, hè? Nee. Hier hadden Marloes en ik allebei net een piercing laten schieten. Dus toen moesten we er zo bij zitten. Dit is vlog 97. Mei 2017. Ik heb ook een derde oorbelletje ingedaan. Kijk. Oh, leuk ermee. Ja. Ik vind het heel leuk. Ik kan alleen niet wachten op de bordjes. Hey! Oké, doei. Dat is mijn vriend. Doeg, schat. Kwart voor één. There's my Uber. Oké, geintje, ik ben niet zo fancy. Het is gewoon ziek op. Hey, lief. Oh, ja, ja. Come on, oh, ja, ja. Come on, ja, ja. Kom hier, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ik heb mijn rode wangen. Ik heb bij de verwarming gezeten, ik had het koud. Ja, dat klopt. Good morning, het is zaterdagochtend, het is vrij vroeg. En ik ga vandaag filmen, nog heel eventjes. Ik heb namelijk een... hoe heet dat? Kringloopvideo ongeveer klaar liggen. Ik moet mij nog even afmaken. Ik moet namelijk heel veel nog laten zien wat ik dus daadwerkelijk gekocht heb. Dus even het shoplog gedeelte ervan.
En dan ga ik heel die video editen. Inmiddels heb ik me heel veel omgekleed. Oké, het is inmiddels 5 uur. Volgens mij 5 uur. En het is aardig donker alweer geworden. Mijn camera maakt het altijd lichter. Maar het is dus... niet donker eigenlijk. Wat zeg je? Het is aardig donker. Ja, het is echt niet donker. En het is zo koud aan het worden. En op een gegeven moment ging ik een Insta-foto maken zonder trui en jas. Lekker slim, Amy. Totaal niet. Maar oké. Was wel een leuke foto geworden, gelukkig. Nu gaan we eventjes naar mijn moeder. Konijntjes eten geven en doen. En langs het kruidvat. In de hoop dat onze foto's er nu zijn. Als ze er nu niet zijn, word ik echt boos. Oké, op hoop van zegen. Yes, ik heb ze gewoon. Oh my god. En... even kijken. Dit is Parijs. Kom hier zitten, anders dan val je buiten beeld. Dat zullen misschien niet mensen niet erg vinden. Nee, dat ook niet. Nou, dan blijf maar zitten dan. Oh. Wat is het? Ik... daar gaan we, ja? Ja. Inlijsten. Lekker beginnen. Oké, de volgende. Die wil jij eerst. Wat deed ik dan? Nee, niet. Die mag jij eerst. Ik kuste de sushi. Huh? Maar dit is... ja, maar we hadden nog 2 foto's over en toen kwam Marloes eten. Ah ja. Oké, volgende. Ah, Marloes zat er wel leuk op. Waarom heb ik er verneukt? Hier, nee, ik ben in een handstand! Ik probeerde een handstand te doen voor de Eiffeltoren. Ja, niet gelukt. Nee! Dit is helemaal grappig. Ja, dit is leuk. Ik vind het filter wat erop zit zo geweldig. Ik wil nog meer van die cameraatjes. Oh, daar ben jij! Oh, dat is wel leuk. Vanaf de boot. Hé, hey, samen. Ah, dat is ook weer lief hoor, die. Ah, mijn liefje. Ah. Nou, ik vind wel dat ik er op zich wel leuk op sta. Ja. Dat gebeurt nooit in één keer. Jawel, ik ben een goede fotograaf. Oké. Hier, ook leuk. Die meneer is zo gefocust op mijn foto. Wacht, even scherp worden. Ja. Oh, heb je je ogen dicht, denk je? Ja, ik denk het ook. Dit was ik. Ja. Wat leuk. Leuke broek. Ja. Hetzelfde broek. Hetzelfde broek, ja. Oh, je bent zo cute daar. Je haar maakt nog meer schaduw. Oh, je burger was echt lekker. Wel heel lekker gegeten daar ook. Oh, wat een mooi shot. Die is echt mooi. Wauw. Prachtig. Echt mooi. Die heb ik gemaakt, denk ik. Ja, denk ik. Het is toch jammer dat jij erop zat, hè? Het is allebei echt verschrikkelijk. Ja, lekker. Oh, wat erg deze. Die is ook wel gewoon mysterieus. Zie je mijn vlekjes op mijn trui daar? Nee. Oh, bij de Notre Dame. Ja, die is cute. Heel leuk. Maar ik doe dat nooit. Nu wel daar. Ja. In de laatste. Best wel leuk. Ja, heel leuk. Leuk. De eerste kans. Yes. Ik weet niet hoe warm het nog is. Uitgestoken arm. Ja, zo warm toch? Ja. Ziek heeft een soort van... lekker. Margarita. Masami. Oh, blijf hier. Hallo? Oké. Wow, er zijn er echt veel meer gelukt dan de Parijs. Oh ja. Oeh, ik ga niet kijken. Ah! Oh, die is... oh my god, kijk deze ook. Die is leuk. Ja. Oh shit, ik hield hem schuin, sorry. Deze is cute. Oh ja. Leuk hè? Ja, dit... wacht, dat is gewoon...
Nee, ik had het ook echt niet verwacht. Oh, grappig. Ook leuk. Kijk deze. Je ziet geen trol. Waar ben jij? Waar zit jij? Op ziekse werk. Oh. Nou, hier zit er iets op mijn neus. Oh, die... Dat lekkere toetje. Ja, jij staat er wel leuk op. Heb ik mijn ogen dicht of? Nee, ja. Maar kijk deze, dus heb ik die vrouw achter me. Oh, okay. Die mevrouw achter me. Oh, hier sta jij leuk op. Wat zei je trouwens? Wacht, er komt een foto aan, jongen. Oh, die is ook wel leuk. Ja, die is leuk. Maar wacht, kijk. Daar komen ze hoor. Ja, je ziet ze. Ben jij dan? Nee, dat ben jij. Ja, niet te zien, nee. Hier heb je het echt heel leuk. Oh my god, mijn loes. Kijk deze. Zeg nou. Oh mijn god, ja, lekker. Ik weet niet wat ik daar doe. Ik weet het ook niet. Oh, deze is leuk, die ik nu laat zien aan jou. Ik kan niet zien. Oh, oh ja, is leuk, ja. Die is leuk. Nou, ik zijn ook best wel wat leuk uitgekomen. Ja, zeker. Oh, die is zo schattig. Ja, ah. Ik heb een wapenplek. Maar wat? Kijk, kijk jou. Deze, wat een enge foto is dit, zeg hé. Hey. Maar lijkt wel sprekend. Kijk deze! Heel tevreden. Oh, goed. Oh my god. Deze foto die ik nu laat zien is precies geworden wat ik dacht. Je weet nog dat we in de auto nog een foto wilden maken? Laatste. Oh, grappig. Dit was echt leuk. Allemaal gelukt. Nou, even kijken. Er zijn in ieder geval wel meer gelukt dan we dachten. Ja. Dat is echt niet normaal. Oh, dit is echt zo leuk. Ja, echt fucking leuk. Oké. Okay. Korrelig. Ja. Ja. Deze, hier sta jij, vind ik heel leuk op. Ik vind jou er echt veel leuker op staan. Ja, boeien, maakt niet uit. Het is een leuke foto. Ja. Nee, jij staat leuker. Nee. Maar. Mijn vlak moet trouwens. Ja, dat is die ene, dus die. Die. Kel. Ja, maar kijk, hij heeft wel vintage vibes, deze foto. Ja, is heel leuk. Ja. Maar die wapen ook. Ja, die is leuk. Vintage vibes. Nou, ze hebben het allemaal. Maar ik vind deze heel leuk van jou. Oh, maar Joost, dit had ik nog niet gezien. Kijk, op deze foto zit een deel van een nieuwe... Oh, voor de parel ben ik ook. Ja, lekker wijfie jij hoor. Ja. Oh, ik zal het wel weten. Tinnen en al. Huh, maar dit ook.
kijk, dit is wafels met sushi. Oh ja. Want toen dacht, toen zei, we zeiden het toch al, van hij doet het voor, hij deed het voor de helft of hij deed het. Oh, dus dat, dat is dat dolle. Ja, ze, ze liepen elkaar over. Oh. Maar kijk hoe vet dat effect is. Best wel vet. Is echt sick vet. Alsof het in elkaar geëdit is, want het wafelbakje, zeg maar, loopt wel over op de tafel van de sushi. Dat is waar. Ah, dit is, deze is echt mooi. Ja, die is echt mooi. Oké, okay, nou leuk. Dit is een leuke foto. Dit is mijn dit is mijn ene favoriete foto van jou. En nu mijn foto. Ja, maar wacht. Dat is nooit leuk. Nee, is dat nooit leuk op foto's? Nee. Nee, mijn favo foto. Waar is die nou, hè? Oh. Oh, daar ben je er niet. Die kan ik nog niet zeggen. Hier, deze. In combinatie met deze. Ja, schattig. Maar wat doe ik met mijn hand daar? Doe ik gewoon zo? Bij deze? Beetje. Ja. Dan doe je zo. Ja. En in deze heb je volgens mij mijn telefoon vast. Ja. Je weet toch. Nee, oké, Oké, ik moet weg, want ik moet naar de Bride Day. Is dat die techbeurs? Oké, we gaan nu met z'n drietjes, Nick, Rico en ik, naar Bride Day. Bride Day at Nice. Oftewel de grootste techbeurs, techniek. Want dat is wat Nick leuk vindt. En wij steunen onze vrienden. Dus wij gaan mee. Maar ja, het is echt donker buiten. Maar ik zie jullie morgen denk ik weer. Het is nu 3:00 volgens mij. Super onverstandig. Want morgen hebben we om 9:00 opnames. Nick is pas net weg. Het was heel gezellig. We hebben lang eigenlijk heel erg lopen kletsen. Lopen praten. En de jongens heel veel over werk eigenlijk. En op een leuke, positieve manier. Dus dat was ook leuk. Maar we hebben morgen gewoon weer een draaidag. Oké, ik heb eigenlijk besloten om gewoon de vlog helemaal af te sluiten. Dat omdat ik volgens mij best wel veel beeld heb. En die draaidag op zondagen, die heb ik de laatste tijd iedere keer een beetje vastgelegd. En ik kan geen drol laten zien. En iedere keer is het zo van, kom binnenkort. En ik kan er niks over zeggen. Of zo bloedirritant. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop heel erg dat je het een leuke vlog vond. Afgelopen zondag is er een vintage video online gekomen die ik super leuk vind. Dit was hem. Aankomende vrijdag en zondag komt er weer een video. Eentje daarvan is een testen video. Die ik ben benieuwd of het heel erg leuk is. En ik hoop dat jullie gaan kijken. Want die wordt altijd een beetje slecht bekeken. Drama, drama, drama. Live of a YouTuber. En dan nog de video die ik hopelijk vandaag heb gefilmd, die ik dan hopelijk aankomende week af ga krijgen. En anders komt er een andere video voor in de plaats. Ik hoop dat je komt kijken en volg me ook even op Instagram. Zou ik ook leuk vinden. En bedankt. Doei doei! Pantalon... Oh, wacht maar even tot dat is. Oh nee, weer. Pantalon. Pantalon! Moet ook even wachten, want Sico zit iets in de... Over te doen. Het is een broodje. Schiet eens op, schat. Kom verder. Voor een broodje in de oven. Oh, maak het expres geluid zoveel. Knip het er allemaal uit wat jij doet. Twee broden, zo. Heb je honger, schat? Doe maar hoor, doe maar. Zijn een beetje vaag. Vage broden? Kappen nou hoor. Welke broden zijn al vaag? Kan je helemaal. Wat ik normaal doen? Ik ben gewoon een wandelende kerstbal. Dat is toch gewoon wat je wil? Wat? Ik wil dit echt. Ja, maar als je zegt wandelende kerstbal, dan moet ik denken aan Beth en Ernie. Beth en Ernie? Ja. En wat? Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. Oké, nou laat maar. Ja, leuk daar. Met z'n allen. Wauw, onze stappen, we willen niet vallen. Nu komt het bij. De kaartjes, die geven een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk.